hoe zit het met Wanica ziekenhuis in deze periode waar aantal besmettingen van COVID-19 steeds een stijgende trend vertoont? Dat is de vraag welke we stelden aan Jason van Gemderen, directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica. Met hem spraken wij niet alleen over de mogelijke druk welke er nu is op het ziekenhuis vanwege de aantal besmettingen, maar ook over een aantal andere zaken het ziekenhuis rakende. U hoort de directeur van het Wanica ziekenhuis. Voordat ik begin wil ik dus wel aangeven dat we dus alle gezondheidsinstellingen samen met de regering, de minister van Volksgezondheid, in feite hiervoor al had gewaarschuwd. Er waren maatregelen versoepeld, maar er werd nog steeds aangegeven zich altijd aan de Mohana-maatregelen te houden. En natuurlijk zo min mogelijk contact hebben met anderen, omdat het gevaar er wel was. Toch? Maar natuurlijk vanwege een mooie daling die we hadden na de vierde golf, dan wil je natuurlijk ook de maatregelen gaan versoepelen. Maar de mensen werden steeds op het hart gedrukt om dus wel te letten, niet uitbundig de te gaan feesten of bijeenkomsten te gaan organiseren. Het gevaar was er altijd en dat gaat er nog steeds blijven. Jammer, door bepaalde omstandigheden zijn we dus in de vijfde golf beland. En natuurlijk, het gevaar is er eigenlijk, is voor de druk op de gezondheidszorg. En dat kunnen wij in feite niet meer aan. Geen enkel ziekenhuis, geen enkel gezondheidszorginstelling kan die druk van COVID-19 meer aan. Het is heel intensief, het is een intensieve zorg. En het eist veel van de verpleegkundigen, van de artsen, van ieder die in het ziekenhuis werkt. We willen allemaal terug naar normalisatie. Maar we moeten dus wel rekening houden dat het gevaar er wel altijd gaat zijn. Natuurlijk in samenspraak met de minister hebben wij altijd het zekere voor het onzekere genomen. We hebben ons altijd voorbereid in case die golf kan komen. Er zijn dus maatregelen op papier gezet voor ons. En een opschalingsplan was dus in elkaar gezet. En dat is dus in NZR-verband. Dat zijn dus alle ziekenhuizen. Maken deel van dit opschalingsplan. En die is dus gelijk in werking gegaan toen er werd gemerkt dat de gevallen dus een stijgende trend vertoonden. En dat betekent dus dat in het regionaal ziekenhuis Wanica wij ook al richting de reguliere zorg gingen. Dat we dat gelijk hebben moeten afschalen als COVID-19 in het hospital. En dus die bedden in feite ready hebben in case er dus patiënten opgenomen moeten worden. Ook de overige ziekenhuizen die zijn op scherp. Die hebben dus ook al de bedden vrijgemaakt. En natuurlijk om te kunnen inspelen indien de opnamecijfers gaan stijgen. Dus de situatie in het ziekenhuis is voor nu vrij stabiel. Het loopt wel storm op de vaccinatie en de swabpost. Maar wat betreft het opnamebeleid, we zien dat het toch wel meevalt, de opnames. Maar dat betekent niet dat het gevaar voorbij is. We moeten nog steeds alert zijn. Want het kan ook zo zijn, kijk, we hebben gisteren een record aantal besmettingen gehad, 900 zoveel. En daarvan een heel weinig, laten we zeggen, 5 opnames. Maar het kan ook zo zijn dat we vandaag 700 positieve krijgen, maar daarvan 50 opnamebehoeftigen. Dus het hangt helemaal af van de mensen, dus natuurlijk die besmet raken. En in hoeverre zij gevaccineerd zijn natuurlijk. En dus ook wel resistent zijn tegen dit virus. Ja. En heeft u wel voldoende zorgpersoneel, mocht het meer gaan worden? Het zorgpersoneel is geclusterd door alle ziekenhuizen. Want natuurlijk, er is een landelijk tekort aan zorgpersoneel. Niet alleen voor wat COVID betreft. Dus wat we eigenlijk doen, is het zorgpersoneel extra inzetten. Toch? Want we doen het al met het weinige dat we hebben. En vandaar dat je kan nooit zeggen, is er voldoende? We gaan de mensen vragen om zich extra in te zetten. Want er is niet voldoende. Dus er wordt wel daarmee rekening gehouden. Vandaar dat de regering in dit geval altijd de samenleving op het hart drukt van, let jullie op, houden jullie aan de maatregelen, want de druk gaat op de gezondheidszorg komen te staan, die op zich al, al een tekort heeft aan zorgpersoneel. Dus vandaar dat het moeilijk is om aan te geven dat we voldoende zorgpersoneel hebben. Maar voor nu is de situatie wel handelbaar. Ja. En het swabben, hoe dat proces? Nou, het swabproces, we hebben dus in het ziekenhuis een drive-through swab.
waarbij dus de mensen vanuit de auto worden geswapt. Mm-hmm. En dus even mogen wachten op, het zijn de sneltesten, en dus mogen wachten op het resultaat. En de werkwijze is nog steeds hetzelfde volgens het protocol, dat in case als het dus negatief wordt getest en je hebt heel milde symptomen of geen symptomen, ga je dan in thuisisolatie. Het wordt gemeld aan de arts in de, van welke locatie je komt. Je doet ook zelf de melding natuurlijk en je wordt dus van daaruit gemonitord. Merk je dat je verschijnselen verergeren, dan meld je in dit geval je huisarts en die gaat je dus aangeven of je moet aanmelden bij het KKF en van daaruit word je dan verder gemonitord. Ja. En hoe zit het met het vaccineren bij het ziekenhuis zelf nu? Onze vaccinatie, oh ja, laat me het ook meegeven. Dus onze swappost is open van maandag tot met vrijdag. Vanaf 9 uur tot 1 uur. En we hebben dus ook de vaccinatiepost in het ziekenhuis. En dat doen we weliswaar op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Vanaf 8 uur tot 1 uur. En we merken dus ook, we doen ook de boosterprikjes, geven we dus ook aan de mensen die zich aanmelden. En we merken dus nu ook dat er dus, dat mensen dus de boostershot komen halen. En ook zich laten, er komen nog steeds mensen, schrik er niet van, er komen nog steeds mensen die dus zich nu voor het eerst laten vaccineren. En wij ontvangen die mensen met open armen, want hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe minder het gevaar voor ons wordt dat er een druk komt op de gezondheidszorg. Want dat is het gevaar voor de gezondheidszorg, want die druk kunnen we niet aan. Ja. Ja. En u zei het al, er is een drive-thru, het swabben, is drive-thru. Maar wat is het beleid wanneer iemand positief is bevonden? Nou, als iemand positief wordt bevonden, die krijgt dan gelijk het resultaat. Nou, binnen een kwartier tot 30 minuten. Als de persoon milde klachten of geen klachten heeft, wordt de persoon gevraagd zich thuis te isoleren en de huisarts te melden. Wij doen ook de melding. In het systeem wordt dan de melding dan gedaan naar het centraal systeem. Dat deze persoon natuurlijk, voordat je wordt geswapt, worden alle gegevens genoteerd van welke buurt je komt en je leeftijd, noem maar op. En dat wordt dus doorgestuurd naar het centraal meldpunt. In dit geval BOG worden alle cijfers doorgestuurd. En dan wordt er dus aangegeven van je bent positief getest, maar je hebt dus milde of geen klacht. Je bloeddruk wordt gemeten, je saturatie, oké. En dan word je dus in dit geval gevraagd om in thuisisolatie te gaan. De melding wordt ook door ons gedaan en dient ook door de persoon zelf gedaan te worden. En dan wordt het door de huisarts verder gemonitord. En in het vorige gesprek zei u me dus, en aan de hand van hoe de persoon zich verder voelt, als het aan de goede kant met hem is, dan blijft hij gewoon in thuisisolatie. En als het slechter met hem gaat? Ja, als het slechter met hem gaat, dan dient hij de melding te doen aan de huisarts. En de huisarts gaat dus de vragen stellen. Misschien komt de huisarts zelfs even langs van een afstand om te kijken. Maar dan wordt de persoon gevraagd zich aan te melden in het KKF. En daar wordt dan gelijk ook gecheckt of je dus IC-behoeftig bent, als je naar de intensive care moet. Of op de cohort opnameafdeling, waar je dus gewoon zuurstof moet krijgen. Dus de mogelijkheid bestaat om je gelijk dus ook in het KKF op te nemen, maar ook in het regionaal ziekenhuis Wanica. Ja. En bij regionaal ziekenhuis Wanica, de patiënten die hier worden opgenomen, dus de COVID-19 patiënten, zijn dat ICU-behoeftige mensen of zegt u met mensen toch met milde klachten? Nou kijk, de ICU-behoeftige mensen die worden gelijk opgenomen in de ICU nu, omdat het dus wel plekvrij is. Mm. Natuurlijk kan het soms ook voorkomen dat er geen plek is in de ICU en de patiënt dan nergens anders terecht kan. In dat geval worden die dan wel opgenomen in het regionaal ziekenhuis Wanica, wachtende op een ICU-bed. Maar de patiënten die overigens hier worden opgenomen, zijn de patiënten die niet ICU-behoeftig zijn. Natuurlijk kan het dus ook voorkomen dat je dus wordt opgenomen in het ziekenhuis en je situatie blijft verslechteren en je ICU-behoeftig wordt. In dat geval word je gelijk naar van het ziekenhuis overgeplaatst naar de ICU, met de ambulance natuurlijk. Dus dat hangt helemaal af van hoe de persoon hoe het ontwikkelt. Ja. En wat zijn de voorlopige statistieken van het ziekenhuis, dus van uw ziekenhuis hier? Nou, we hebben dus afgelopen week, dus vanaf, we hebben gelijk dus de cijfers gecheckt vanaf er een piek is van de vijfde golf, hebben we gezien dat de opnames tussen de 5 en 10 patiënten geschieden per dag. En dan zijn we dus ook elke dag een ontslagen van patiënten. Dus we zien dat de opnamecijfers wel stabiel blijven, maar dat betekent niet dat het gevaar er niet is. We moeten dus altijd, en dat zeg ik ook, en wat gisteren werd ook aan mij die vraag gesteld. Ja, maar meneer Van Genderen, wanneer denkt u dat we uit deze vijfde golf komen? En toen heb ik dus ook antwoord gegeven van, dat hangt helemaal af van de samenleving. Toch?
als we dus ons werkelijk aan de regels houden, kijk, natuurlijk is de lockdown om 9 uur, maar wat de besmettingen doet stijgen, zijn de bijeenkomsten. Is het contact, het menselijk contact. Zo wordt het virus overgebracht. En als het menselijk contact in feite minder wordt, gaan de cijfers ook dalen. En dan kunnen wij dus in feite zeggen van, ja, we zien wel dat we uit deze golf. Dus hoe lang deze golf zich blijft aanhouden, hangt helemaal af van de samenleving. Als je aan de maatregelen houdt en het contact zo min mogelijk houdt, of zelfs vermijdt, geen grote bijeenkomsten, dan gaat u zelf zien hoe snel, ook in dezelfde tempo, dat de cijfers stijgen, en dezelfde tempo het ook gaat dalen. Ja. Zou er een aanscherping moeten komen, heer Van Genderen, ten aanzien van de lockdown-tijd? Nou kijk, als ik puur moet kijken naar, naar het gevaar dat er is voor de gezondheidszorg, dan vraag je dus wel dat de maatregelen in feite gevolgd worden. Toch? Om een uitspraak te doen over de aanscherping daarvan, dat wordt gekeken naar het totale beleid, hè? De totale invloed, niet alleen naar per se de gezondheidszorgsector. Er zijn zoveel factoren die erbij komen spelen als het gaat om verscherping van de lockdownmaatregelen, bij wijze van spreken. Dan ga je niet alleen kijken naar de gezondheidssector. Natuurlijk gaat die gelijk zeggen van, wacht even, ik ben bang voor die druk die gaat komen, dus ik ga voorstemmen. Maar er zijn andere aspecten die ook spelen, natuurlijk. Andere sectoren die ook beïnvloed worden door deze lockdownmaatregelen. Dus vandaar dat de minister dus wel zegt, kijk, het is niet uitgesloten, maar hij wil dus, we moeten dus gezamenlijk gaan kijken hoe wij in feite snel hieruit kunnen komen. En dat gaat hij dus niet alleen daarvoor de gezondheidssector kunnen raadplegen. Ja. U zegt dus, directeur, dat we extra voorzichtig zijn. Kijk, dat is het belangrijkste. Er is onderzoek heeft al uitgewezen dat het Omicron variant, we weten nog niet zeker als het variant in Suriname is. We hebben dus wel al onze testen gestuurd naar het buitenland. Maar de manier hoe het virus zich verspreidt en je dat vergelijkt met de data van de andere landen, zou je dus wel kunnen, ja, gaat het wel in die richting dat het om het Omicron variant gaat. Maar dus wel al is bewezen is dat het variant niet, ergere verschijnselen doet vertonen bij de mensen. En als je dus volledig bent gevaccineerd, dan heb je toch wel een degelijke bescherming. Dus wat ik als directeur zou adviseren aan de samenleving, is dat men zich houdt aan de maatregelen. Toch? Dat als je de Mohana-maatregelen vanuit het ministerie van Volksgezondheid en zo min mogelijk het contact met mensen te hebben of zelfs te vermijden, dan kunnen we wel uit deze golf komen, ja. Hoe zit het nu met jullie, de lijken, dat een tijdje hier was geplaatst en daarna ook in het nieuws is gekomen, vaker in het nieuws is gekomen. Hoe zit het nu daarmee? Klopt. Doordat er dus ook nu veel minder sterfgevallen zijn, hebben we dus ook veel minder lijken nu in het mortuarium. De twee vriezers die dus vroeger gebruikt werden, zijn dus niet meer in gebruik, al een tijdje. We hebben dus voldoende lijken, vriezers in het mortuarium. We hebben er 10. En dus de opslag geschiet nu gewoon in het mortuarium zelf. Het is jammer natuurlijk dat we op bepaalde gevallen, situaties in het nieuws terecht zijn gekomen. Maar dat zijn ook situaties waaruit wij moeten leren en ook hebben geleerd. En wij hopen dus dat dit zich nooit meer zal voordoen. Ja, maar wat is er gebeurd met de lijken? Ze zijn begraven, gecremeerd. Ja, de families hebben dus hun lijken, hun dierbaren begraven en gecremeerd. De ondersteuning die dus is gegeven vanuit de overheid heeft heel veel verlichting gebracht hierin. Omdat, kijk, in het begin was het heel duur natuurlijk. Ter aardebestelling van een COVID-lijk. Er komen veel meer zaken bij spelen. De kosten voor het afleggen zijn veel hoger bij een COVID-lijk. Ook de bodybag die gekocht moet worden. Dus de kosten lopen heel hoog op bij het afleggen van een COVID-lijk. En de ondersteuning die toen is gezegd of is gekomen vanuit de regering, heeft heel veel geholpen. En hebben we dus wel gezien dat de mensen sneller de lijken hebben kunnen begraven of cremeren. Ja. En nu, u zei het al, directeur, we zijn in de vijfde golf. Wat vereist dat van u als directeur?
Oké, het eist natuurlijk niet alleen van mij als directeur, maar van de totale gezondheidszorg eist het natuurlijk weer extra inzet. Toch? En wij hopen dat het niet meer zo ver komt. Toch? Dat we situaties hebben, ik zag het vandaag nog in de krant, waar de krant soms terugblikjes heeft van bepaalde momenten van het afgelopen jaar, waar we patiënten zagen op banken die gingen wachten op een ziekenhuisbed. En we bidden eigenlijk en hopen dat dat nooit meer gebeurt. En daarom proberen we altijd te waarschuwen van, weet je, kijk, als de maatregelen worden versoepeld, betekent het niet dat het gevaar er niet is, toch? Je moet nog steeds weten, in de achterhoofd ergens hebben van, mijn god, we kunnen weer in deze situatie belanden. En we proberen dus samen met de samenleving in feite te gaan naar het nieuwe normaal. En dus voor ons is dat nu in deze periode, we zien dat de ziekenhuisopnames toch wel stabiel blijven. We hopen dat het zo blijft. We zijn allemaal op scherp. En we hopen in feite dat de samenleving meewerkt in dit gevecht. En ervoor gaat zorgen dat de cijfers dalen. De verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Zorg is heel intensief. En omdat de zorg ook zo intensief is, kijk, je vecht voor je leven. Hè? Op zo'n moment, je krijgt zuurstof en je wordt kortademig. En dan raak je in paniek, toch? En het is dan voor de verpleging, voor de artsen. Ieder komt dan erbij om de patiënt tot rust te krijgen. En de patiënt, te behandelen. En dan ontstaat er ook zo'n persoonlijke band met de patiënt. En het verlies van een patiënt weegt ook heel zwaar op het zorgpersoneel. Want je doet zoveel als je in PPE bent en werkt. De ruimte is wel, want er mag geen airco in de ruimte. De ruimte is dan open, het is geventileerd. Maar de wind waait niet altijd. Dus het wordt dan heel warm voor je als zorgverlener om je werk te doen. En dan doe je het onder deze omstandigheden. En dan zie je dat de patiënt het toch niet haalt. Dan is het ook heel zwaar voor het personeel om dat te gaan verwerken. We hebben periodes gehad waar verpleegkundigen na hun shiften in de auto in slaap vielen, niet eens naar huis konden rijden. Toch? Dat zijn die situaties hebben we gehad en dat willen we niet meer, want we kunnen de zorg niet meer onder zo'n druk zetten. Toch? Dus daarom, we blijven waarschuwen, we blijven de mensen op het hart drukken, samen met de regering, om de maatregelen te blijven te volgen. Hou je aan de regels, ook al worden de maatregelen versoepeld, hou je aan de regels, dan hoeft het niet zo ver te komen. We'll